de open dag en welkom bij de opleidingen schilderen en stucadoren niveau 2 en 3. Mijn naam is Rudy Stottelen, ik ben docent voor de opleiding schilderen. Hier ziet u mijn telefoonnummer in beeld en mijn mailadres. Dus mocht er na aanleiding van deze presentatie er nog vragen zijn, dan houd ik deze chat nog even open, een uur. Ja, dus tot ongeveer 6 uur is dat dan. Goed, en u kunt mij ook bellen daarna. Goed, ik heb ook nog een aantal collega's. Een daarvan is Michel Ravensloot. Hij is PPV-docent. Dat betekent dus dat hij bij bedrijven op bezoek gaat. Ja, dus op het gebied van contacten met leerbedrijven is hij de aangewezen persoon. U ziet ook in beeld zijn telefoonnummer en zijn mailadres staan. Daarnaast heb ik nog een theorie-docent als collega, en dat is Tjeerd Hagen. Daarnaast is hij ook bedreven in het begeleiden van leerlingen bij de bedrijven. Goed, dan hebben we ook nog een docent voor de opleiding stucadoren, Arno Scheffer. Arno is docent bij de opleiding en ook praktijkinstructeur en tevens BPV-begeleider. Dus voor het bezoek van leerlingen en de voortgang van leerlingen bij de leerbedrijven. En u ziet ook zijn mailadres. Dus als u vragen heeft met betrekking tot de opleiding stucadoor, dan kunt u het beste bij Arno terecht. Goed, wij vallen dus onder het MBO College Bouw, Infra en Interieur. En met name de afbouw. De schildersopleiding wordt ook wel beschermings- en afwerkingstechnieken genoemd, omdat natuurlijk het vak van schilderen is natuurlijk het beschermen van vooral hout, steen en metalen ondergronden en het afwerken van muren en plafonds. Vandaar die naam. Dus daar valt het schilderen onder. En de stucadoorsopleiding en Mark Huisman die vertelde net al in de opleiding, het werk van de stucadoor is het glad en strak maken van muren en plafonds, maar ook het aanbrengen van sierwerk zoals lijsten en dat soort dingen. Dus ook een creatief gedeelte. Nou, in beide opleidingen bieden we de opleiding als BBA-opleiding aan. Dus meestal 1 dag werken, 4 dagen naar school in de niveaus 2 en 3. De schildersopleiding zit sinds een tijdje in het hartje van Hengelo, dichtbij het station, op de locatie Lansing-Esweg. Dus vanaf loopafstand van het NS-station. Goed, hier heb ik een filmpje. Ik zal, wanneer u mailadres doorgeeft, zal ik de link van het filmpje aan u terugsturen. Maar omwille van de tijd is dat nu een beetje een probleem. Ik kijk heel even of er mensen zijn aangesloten. Nee, nog niet. Goed, ga ik even door met de presentatie. Ja. Hier dus. Okay. Goed, en de stucadooropleiding zit in Vroomshoop aan de Azielaan in het gebouw van OVO. En de BOVO, daar zal ik zo meteen nog wat uitleggen. Dat is vooral een praktijkbiedende organisatie, samenwerkingsverband. Goed, en die hebben ook een filmpje. Dat filmpje, dat kan ik, daar zal ik de link ook van delen. Misschien kan ik het zo nog wel even laten zien. Mocht ik nog wat tijd overhouden, dan zal ik dat nog even doen. Goed, opleidingen schilderen. Dan begin ik bij niveau 2. Die opleiding wordt schilder genoemd. De instroom, dat kan wanneer je dus een afgeronde VMBO basis hebt gevolgd. Het is een 2-jarige opleiding waarbij je vooral de basis van het schilderwerk zult leren. Dus het schilderen van hout, metaal, steen, het behangen van muren, het afwerken van muren en het plaatsen van glas. De niveau 2 opleiding dient ook als basis voor een niveau 3 opleiding. Waarbij je dus nog 1 jaar extra naar school gaat. Dus je kunt doorstromen vanuit de niveau 2 opleiding
naar een niveau 3 opleiding. Goed, je kunt trouwens ook vanuit een andere sector dus instromen bij de opleiding schilderen. Goed, dan een stapje hoger. Gezelschilderen, niveau 3. Je kunt rechtstreeks instromen met een diploma VMBO kader. Het is een 3-jarige opleiding waarbij je de eerste 2 jaar eigenlijk net als bij een niveau 2 opleiding de basis van het schilderen leert. In het laatste jaar, dus het 3e jaar, dan gebruik je die basis om, om uit te rekenen wat schilderwerk kost. Je wordt ook opgeleid als leermeester, dus het begeleiden van leerlingen in de opleiding en het aansturen van medewerkers. En je leert ook hoe je klanten kunt adviseren voor schilderwerk. En dat met name in de verloop van de jaren, dus meer jaren onderhoud. Daar heb je behoorlijk wat kennis voor nodig van het schildersvak. Goed, en dat sluit je dus af met een examen op niveau 3. Nou, wat kun je nou met een niveau 3 opleiding, met een afgeronde niveau 3 opleiding? Kun je verder met een niveau 4 opleiding? En dan moet je denken aan een kaderfunctionarisopleiding of een interieurspecialist. Kaderfunctionaris is richting leidinggevende en bij wat grotere schildersbedrijven. Interieurspecialist, dan specialiseer je op wandafwerking vooral. En dat is ook een mooie opstap richting restauratie schilderen. Goed, dan hebben we ook nog de stucadoorsopleiding. Eigenlijk is de instroom, de instroomeisen zijn eigenlijk hetzelfde voor niveau 2 en 3. Dat is ook MBO breed natuurlijk zo. Goed, de niveau 2 opleiding heet stucador. Dus je kunt met een basisdiploma van het VMBO aan een 2-jarige opleiding beginnen en doorstromen naar de niveau 3 opleiding. Daar wordt de term gezel ook gebruikt. Goed, ik kijk nog heel even in Teams. Ja, er zijn inmiddels mensen aangesloten. Ik weet niet of ik goed verstaanbaar ben. Maar goed, ik was al vast begonnen, want anders komen we met de tijd niet uit. Ik weet niet of jullie... Kijk, ik heb Chimene en ik heb Koen. Goed, we kunnen na deze sessie nog wel even verder praten. En als u het goed vindt, dan maak ik mijn verhaal even af. Goed, en aan de hand, hetgene wat u gemist heeft, dat kunnen we nog wel inhalen. Ik neem de presentatie op. Die kan na morgen ook online bekeken worden. Dus ik ga heel even door, dan maak ik hem even af. Goed, niveau 3 gezelstukken door. Dezelfde instroomeisen dan bij schilders, VMBO kader. Ook een 3-jarige opleiding. Eigenlijk hetzelfde dan bij schilderen. De eerste 2 jaar basisopleiding. Dus alles wat je moet weten van wat stucadoren nou eigenlijk is. Problemen oplossen, kennis van materialen en dat soort dingen. Arbo komt aan de orde natuurlijk. En milieu. En daarna kun je dus met een niveau 4 opleiding verder. Dus de stucadoorsopleidingen worden in Vroomshoop aangeboden en de schildersopleiding in Hengelo. Goed, nou wat is nou eigenlijk een beroepsbegeleidende leerweg, kortweg BBL? Je gaat dus 1 dag in de week naar school. Nou, wat leer je daar? Daar werk je vooral aan competenties. Dat zijn combinaties van vaardigheden waarbij je dus verder komt in je opleiding. Het leren is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Goed, en je leert natuurlijk theorie. En theorie is kennis die je nodig hebt om het vak op een vakkundige manier in de toekomst uit te voeren. En die toekomst die ligt eigenlijk, die ligt er morgen al. Want de volgende dag ben je vaak al weer bij het bedrijf aan de gang. Goed, die theorie is vakgericht. Dus wat ik al zei, problemen oplossen, dingen herkennen. Zodat je klanten ook kunt adviseren, maar dat je ook elke keer weer een andere oplossing vindt voor telkens weer een nieuw probleem. Goed, en we hebben maatschappelijke theorie, bijvoorbeeld burgerschap. Theorie over de politiek of over gezondheid of over regelgeving. Wat zijn je rechten als burger of als vakman? Goed, en daarnaast hebben we 4 dagen de beroepspraktijkvorming. Daarbij... werkend leren. Daarbij werk je dus bij een erkend leerbedrijf onder begeleiding van een leermeester. En dan werk je aan praktijkopdrachten. Die praktijkopdrachten die zorgen er eigenlijk voor dat je dus alle facetten van zowel het schilderen
als van het stukje door sowieso minimaal één keer dat je daarmee in contact bent geweest. Hè? Want dat is eigenlijk je voorbereiding voor het examen. Goed, en daarnaast werk je als, als vakman in, of als toekomstige vakman bij een leerbedrijf ook aan je competenties. Hè? Dus het omgaan met klanten bijvoorbeeld, of het omgaan met je collega's. Hè? Want Tim en ook Mark die zei al van hun werken in de bouw is vooral veel samenwerken met mensen. Goed, dan noemde ik de term erkende leerbedrijven al. Hè? Nou, een erkend leerbedrijf is eigenlijk een bedrijf wat alle facetten van het vak uitoefent. Min of meer een garantie daarop. En daarnaast heb je de begeleiding van een leermeester. Die weet wat je op school moet doen. Hoe je dingen aan moet pakken. Hoe je feedback geeft. Hoe je bij wijze van spreken een schop onder je kont krijgt. Wanneer mocht dat nodig zijn. Goed, wij als schilders, want ik spreek toch een beetje uit mijn eigen opleiding. Hebben de schildersvakopleiding. Die zitten bij ons in het pand. De schildersvakopleiding Hengelo. Kortweg SWO. Het is dus een mogelijkheid om, om daar in dienst te treden. Voordeel daarvan is dat je gegarandeerd werk hebt. Het hele jaar door. Schilders is toch eigenlijk een beetje een seizoensarbeid van huis uit. En met een contract van de schildersvakopleiding hoef je je daar geen zorgen om te maken. Mits je natuurlijk op de goede plek zit. Het is een samenwerkingsverband van lid schildersbedrijven. Bedrijven uit de regio Twente hebben ooit eens een keer bedacht van, nou, we moeten de koppen bij elkaar steken en we moeten zorgen dat we vakmensen blijven houden voor de toekomst. Dus onze verantwoordelijkheid naar leerlingen toe moeten we samen delen en dat is natuurlijk een goed idee. Goed, dan de stukken door. Dat zit dus, wat ik al zei, in het gebouw van de BOVO. BOVO is dus ook een samenwerkingsverband. Maar goed, die doen meer. Hè? Die bieden ook timmeren, metselen, tegelzetten, voegers aan en ook infra naast het stucadoor. Je kunt ook buiten zo'n leerbedrijf of buiten een samenwerkingsverband om. Daarvoor hebben we een register bij de SBB. Hè? Ik heb hier twee websites genoemd waar je dus een erkend leerbedrijf in de buurt kunt zoeken. Hij hoeft natuurlijk niet in de buurt, maar goed, als je 16 jaar bent en je moet overal met de fiets naartoe, dan is het wel handig dat je dus een bedrijf bij je in de buurt zoekt of kunt vinden. En er zijn vaak verrassend veel bedrijven in de buurt die erkend zijn. Dus daar kun je op naam, plaats en postcode een bedrijf zoeken. Goed, ik zal ik herhaal het nog maar even, uw mailadres of een mailtje sturen naar mij, dan kan ik deze presentatie als handout wel aan u opsturen. De filmpjes zijn ook te bekijken, wat er al gezegd werd. Maar dan kunt u dus zelf naar zo'n bedrijf op zoek. Goed, wat leer je nou op die ene lesdag op school? Daarvoor hebben wij een vakkenpakket. En we werken zowel bij de schilders als bij de stucadoors met een vakkenpakket van Sudeo, dus het vakgerichte onderdeel. Dat is een onderdeel van It's Learning, misschien wel bekend. Goed, leerlingen hebben natuurlijk, worden ook als burger opgeleid. Je rechten en plichten, dat gaat in een vak als loopbaan en burgerschap. Gezondheid is daar ook bijvoorbeeld een thema. Nou, Nederlands is natuurlijk heel erg belangrijk op 2F niveau. Je moet je goed verstaanbaar kunnen maken, maar je moet ook brieven kunnen schrijven, communiceren met klanten, collega's, aanleverende bedrijven, noem maar op. Rekenen is eigenlijk ook iets waar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Maar goed, bedenk eens dat het natuurlijk heel handig is om de hoeveelheid verf van tevoren te berekenen die je bijvoorbeeld voor een vertrek nodig hebt. Daarvoor moet je wel kunnen rekenen. En ook de verf verdunnen, dat moet in een bepaalde verhouding. Daar heb je toch echt wel rekenen voor nodig. En dan hebben we keuzedelen. Keuzedelen moet je zien als een verdieping van je vak. Dus je gaat wat dieper in op een onderdeel van je opleiding. Of je doet er totaal iets anders bij. Een schilder, daarvan wordt heel vaak gezegd van, nou, iedereen kan maar schilder worden. Nou goed, daar kan ik wel gaan uitleggen dat het helemaal niet zo is.
Ik kan zelf vertellen dat een schilder heel erg bouwkundig onderlegd moet zijn. Omdat je namelijk problemen op moet lossen. Die ook nog eens een jaar of vijf weg moeten blijven, die problemen. Daarvoor heb je dus veel bouwkunde nodig. Bijvoorbeeld, je moet wat weten over condensvorming. Je moet wat weten over hang- en sluitwerk. Nou, daar kun je dus ook in verdiepen, door middel van keuzedelen. Dan hebben we ook nog examens. Van alle vakken worden examens afgenomen. Dus van de vakleer hebben we een eis, dus de theorie. En we hebben ook een praktijkexamen waarbij je dus op een dag al de facetten van het schildersvak laat zien. Met behulp van een planning zorg je er dan voor dat je alles op een voldoende manier afwerkt. Nou, Nederlands, wat ik al zei, op 2F. Je hebt een centraal schriftelijk examen. En je hebt een interne examen waarbij je dus laat zien dat je een brief kunt schrijven. Dat je voor een groep kunt spreken en dat je bijvoorbeeld met een klant gesprekken kunt voeren. Nou, loopbaan en burgerschap wordt met behulp van hoofdstuktoetsen afgerond. En het rekenen, daarvan is er ook een centraal examen. Voor rekenen hoef je op dit moment nog niet te slagen. Er is nog een beetje onduidelijkheid over de eisen. Dus er was een tijdje geleden in het nieuws dat rekenen vanaf komend schooljaar. Dus, nou ja, goed. Voor degene die nu zit te luisteren, dus een leerling die nu zit te luisteren, dat mee ging tellen voor het examen. Maar er zijn wat onduidelijkheden over. Maar goed, daar wordt u van op de hoogte gehouden, door goed de krant te lezen. En op de site van het ROC zal daar ook iedere keer een update van komen. En natuurlijk, je kunt daarvoor terecht bij je decaan op je huidige school. Keuzedelen worden geëxamineerd in verschillende examenvormen. Dat kan schriftelijk zijn, dat kan een praktijkexamen zijn of een combinatie daarvan. Goed, dan hebben we ook nog een bindend studieadvies, kortweg BSA. Het onderwijs zit vol met afkortingen. En het bindend studieadvies dat vindt plaats in het eerste jaar. En dat stelt eigenlijk de vraag van zit ik wel op de goede plek? Zit ik wel op de goede opleiding? Dat kun je beter. Aan het begin van je opleiding kun je daarachter komen, dan dat je al een poosje in je tweede jaar aan de gang bent. Goed, wij helpen je met het eventueel vinden van een andere, dus geschiktere opleiding. En bij de bindenstudieadvies wordt dus afgevraagd of je voortgang goed is, of je voldoende aanwezig bent en of je studiehouding in orde is. Nou, wat is nou studiehouding? Dat is een voldoende geïnteresseerde houding. Je stelt vragen op de goede manier en op het goede moment. Dus dat soort zaken, dat telt er allemaal mee. Goed, nou, dit is een kostenplaatje voor wat betreft de schilders. Opleiding kost geld. Je verdient daarnaast natuurlijk als een BBL-student ook al geld. Dus dat scheelt al. Dat is wat anders dan wanneer je een bolopleiding zou doen, waarbij je dus hooguit de stagevergoeding gaat krijgen. Goed, van de stucadoors zal ik zo meteen even laten zien. Dat kun je zo op de website vinden. Maar voor het komende studiejaar hebben we natuurlijk een verschil tussen niveau 2 en 3. Niveau 2, dat is het gekleurde rijtje. Dus het lesgeld van €253. De boeken is een richtbedrag van ongeveer €582. De schoolgeld betaal je vanaf 18 jaar en ouder. Goed, de niveau 3 opleiding is een stukje duurder. De boekengeld is ook wat duurder. En ook hier geldt weer vanaf 18 jaar en ouder betaal je lesgeld. Goed, ik zal... dit was mijn presentatie eigenlijk. Dus ik ben heel iets over de tijd gegaan. Helaas, goed, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u even blijven hangen. Mocht u naar een andere presentatie willen, dan kunt u deze voorlichting nog even bekijken op de website. Dus ik zal even laten zien hoe dat werkt. Dus je kunt hier naar de ROC van Twente, naar de website toe. Even kijken. Ik zag dat net staan. Dus wanneer je kunt ergens op een link klikken om weer naar de
voorlichting te gaan. Ik denk dat ze er vandaag nog niet op komen staan. Maar vanaf morgen zijn ze waarschijnlijk wel te bekijken. Nou, opgave voor de opleiding, dat kun je op deze manier doen. Hè? Dus als je een scholier bent van het VMBO, kun je dat hier doen. Als je 18 jaar of ouder bent, hè? Eerst bijvoorbeeld wat anders gedaan hebt, dan kun je dat hier doen. Nou, op deze manier kun je dus een opleiding zoeken. En door middel van een filter. Nou, wij horen bij de opleiding bouw, woning en interieur. En bij het eerste onderdeel, hè, dus bij onderhoud. En dan krijg je hier al een aantal opleidingen. En nou, hier zie je gezelschilder staan, gezelstukken door. En een stukje naar beneden zie je schilder niveau 2 staan en stukken door niveau 2. Stel dat je je op wil geven voor de opleiding stukken door. En dan staan hier wat gegevens. En je kunt, kijk, hier staan dus de video's. Dus mijn video zal hier ook te vinden zijn vanaf het moment dat die openbaar is. Nou, en je kunt je hier aanmelden.